Zo. Oeps, dat is de verkeerde. Zwarte kirgen en wij gaan naar Pasing. Geen trein dan wel. Laat je dan natuurlijk weer bij. Dus natuurlijk rijden we met de 103. Met de Euro Express rijtuigen. En natuurlijk boordbistro. En nog wat Euro Express rijtuigen. Het is ook nog remains use the tap key. Nou, we hebben nog geen hiervoor daar. Maar nu wel. Let's go. We moeten op een paar plekken stoppen en uiteindelijk komen we over 93 kilometer aan in Pasing om 10:01. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht noch einmal Ihr Zugbegleiter. Ja, natürlich. Wir haben nun mittlerweile, wie Sie ja schon gemerkt haben, Deutschland erreicht und sind weitergefahren aus Garmisch-Partenkirchen. Nochmal für Sie zur kurzen Info. Aufgrund der Streckensperrung in Österreich fahren wir heute den Umweg über Garmisch-Partenkirchen Richtung München, von München aus weiter in Richtung Rosenheim und von Rosenheim aus wird unser Zug weiterfahren in Richtung Salzburg zu unserem Endbahnhof. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch darüber informieren, aufgrund dieser Umleitung wird unser Zug eine Verspätung in Rosenheim von etwa gut 2,5 bis 3 Stunden haben werden. Wir kommen somit natürlich auch 2,5 bis 3 Stunden später in Salzburg an. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wir möchten Sie deswegen doch auf ein kleines Getränk bei uns im Wagen Nummer 3, direkt in der goldenen Mitte unseres Zuges, wollen wir Sie auf ein Erfrischungsgetränk einladen. Wir wünschen Ihnen nun noch eine angenehme Fahrt. Noch ein Hinweis für Sie vorab. Unser Zug wird unterwegs noch mehrmals planmäßige Züge vorbeilassen müssen. Wir werden deswegen öfter noch zum Stehen kommen und eine Zugkreuzung abwarten müssen. Wir werden Sie aber bei jeder Zugkreuzung noch rechtzeitig informieren. Gute Fahrt! Alsjeblieft, Jesus. Oh, geweldig. Ja, die gaat nog wel een tijdje duren naar Salzburg.
The duct tape is real. Te raam, want het beter dat omroep. En dat zou me niet verbazen. Varschant. Ausweis Gleis. Zoals we ook niet vaak gebruiken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser erster Kreuzungshalt ist nun nach unserer unglaublich lang zurückliegenden Abfahrt aus Garmisch-Partenkirchen bereits eingetreten in Farchant. Wir warten noch kurz auf einen Regionalzug, der von vorne entgegenkommt. Wir setzen die Fahrt in Kürze fort. Halten Sie bitte die Türen geschlossen. Vielen Dank. Kijk, Matthijs favoriete trein. Een 143. Let's go. Nee, niet de Britse 143. Let's go. Is ingeladen. Dat was verkeerde toets. Ah,
is wel verademing hoor. 60 frames per seconde nu. Niet vergeten dat dit wel de oude route is, hè? Dus, Okay. Pip is a bee. Nee, dit scenario is in de 3D-zoekpakket te vinden, gek idee. Het kan best zijn dat een vergelijkbaar scenario best wel eens een keer op rails in de staat. Dat kan best. De trein zelf is van Virtual Railroads, deze versie, de 103 CEE, maar je hebt er ook eentje op Steam. Is in principe dezelfde eigenlijk. Zo even de trein moeten vervangen. De meeste wagons zijn gratis. De 4 Trans Euro Express die zijn gratis. Ze worden wel eens een keer in Nederland gebruikt. Dus, ...294. Dat zeker, maar waren er ook niet wat repaints op trouwens op die Euro Express rijtuig? Kappers zijn van wel, maar volgens mij heb ik die niet standaard geïnstalleerd staan. Want tenzij die geüpdate is, maar ik dacht dat de Meridian een klein probleempje in het begin had met draaistellen. Het was een zwevende trein. Dat er missen met de Meridian zo'n geval was. Mark, 3D-zoekscenario's hebben altijd een soort. Als je de Fartsight-reeks hebt, heb je altijd in principe 6 scenario's. De Reisesight, dat zijn 4 scenario's. Vaak ook. Die kunnen een mix zijn van goederen of passagiers. En je hebt de Extra Sight-reeks. Volgens mij, ik weet niet of die net nog actief meer is, maar. Dat zijn goederen scenario's. En zijn meestal aansluitende scenario's. Dus zeg maar, in dit geval, volgens mij gaan wij hier naar, dit scenario gaat naar Passing. Scenario 2 ga je van Passing naar Rosenheim. Scenario 3 ga je weer terug naar Passing. Scenario 4 ga je terug naar hier. En dan volgens mij heb je nog 2 scenario's, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker, want dit is een iets oudere 3D-zoekscenario pakket. Dit is nummer 24, ondertussen zitten we aan 53 of zo. Maar meestal zijn 3D-zoekscenario's, je moet er inderdaad meestal hetzelfde materieel voor hebben.
Dus als je in principe de BF-442 of de hamster hebt van Steam, dan natuurlijk de route zelf. En dat ligt eraan de ene keer de... Meestal de 101. Dan kom je aardig wat goed in de buurt van de pakketten. Maar op zich, het zijn altijd goedwekkende scenario's. Je hebt niet er tegen repins voor nodig wat je op RealSim.de vaak hebt. Maar dat betaal je dan ook weer voor. Maar je moet wel weer PWS-spul hebben natuurlijk, hè. Volgens mij doet die PCB niet heel veel. Dan moet je in ieder geval 3 minuten in Oeglvin. Bevestiging maar. Kijk, een enkele 294 lokje. Oeglvin. Dan moeten wij stoppen over 23 kilometer. Pijn 110. Als de 110 km per uur ook voor de BR 110 kan gelden natuurlijk. Zo, daarop naar de 80, een klein stukje 80.
Olafstadt. Spoorlijn die slingert mooi een beetje heen en weer door het landschap. We gaan soms in een mooie klim maken, zo te zien. Aangezien de lijntje blijft stijgen en stijgen. O jee. Geweldig, ik heb iets niet bevestigd. Ik was net wat aan het kijken en dan vervolgens dan mis je de bevestiging. Dus dit wordt een heel start. Oh jee. Patrick, hallo, goedenavond. Zo, Piet. Begon het in 3. Vooruit. Was er niet in de route van richting Salzburg of zo? Van RSS Salo misschien? Oh, dit moet wel lukken, Patrick. Ik heb maar 5 rijtuigjes, dus...
en 103. Laten we even naar max 60 gaan. Ja, het zal wat zijn, Oscar. Blijkbaar is het er inderdaad, zover ik inderdaad weet, één keer PCB. Oh, volgens mij heb ik nu nou ook weer niet zo heel veel met PCB gereden dit jaar nog, maar... Je hebt maar nooit. Oké, het lijntje achtervolgt de achterkant van de trein. Riethausen. Oké. Ik kan het bijna niet geloven. Nou, geloof het maar. De bot die ligt niet hoor. Collectie rijtuig. Rieden. Dat is wel leuk, een plaats genaamd Rieden. En elke straat heet Rieden. ja, en welke, ja, ik woon naar Rieden. Ja, welke Rieden? Rieden in Rieden. Black Hewel, bedankt voor de follow, good evening en welkom. Daniel ook, goedenavond en welkom. Oh jee. Heeft een koe het hoofd door het hek ingestoken. Dat is ook een plaats met mijn achternaam net over de grens bevellen, oh jee. En de 101.
NS en ProRail zouden eens een voorbeeld moeten nemen aan de Oostenrijkse of Zwitserse spoorwegennet. Die rijden altijd op tijd. Ja, maar die hebben meer ervaring met sneeuw. Zwitserlands hebben ze ook van die enorme, sneeuwblazers die op het spoor rijden om alles er weer uit eruit te halen. Even in de gaten houden. We gaan soms even wel naar beneden. Ik heb wat met enkelsporige lijntjes vandaag. Net zo vorige week waren allemaal oude treinen nu. Enkelsporige lijnen. Ik doe het niet expres. Nee, dit was wel extreem hoor. Dit gebeurt niet zo heel vaak. Maar de kou die zal in ieder geval nog een tijdje aanhouden. Dus ik verwacht dat nog wel de komende paar dagen nog wel chaos zal zijn op het spoor. En dat dus inderdaad helaas waarschijnlijk nog wel langer moet thuiswerken. Kijk, wel jammer, want dat kantoor gaat voor altijd wel leuk. Het is voor iets meer dan normaal deze keer, Elias. Dat wel. Zoveel sneeuw gebeurt wat er nu is gevallen eigenlijk, hebben we het niet vaak. Maar de hele week komende week vroeger diensten draaien. Ben benieuwd of ik het morgen naar mijn stem heb. Nou, we zullen wel zien, Oscar. Je hoort het vanzelf. Bevestigen, stom ding. Dit is niet mijn schuld. Ik deed bevestigen. Zucht. Ik bevestigde het sein. En nog ging dat ding mee. Maar misschien dat ik per ongeluk de endtoets indrukte, maar... Shut up. Of eigenlijk... up. Mag ik eerst wachten tot mijn remleiding weer leeg is? In ieder geval dankjewel Elias voor de film. En de rest. Zou het zijn dat dit zo is? Want dit is wel een oudere route natuurlijk. Hè? Dus dan ligt de PCB ook weer niet 100%. Nu doet hij het wel goed. 1000 hertz, 85.
zit daar? Ah, daar zitten twee collega's van mij. Twee Limburgers. Ja, je moest wachten op mij, sorry. Wat heb ik nou weer gemist? Laat maar raden, het ligt hier weer zo'n stomme magneet. Ja, er ligt hier een stomme magneet. Ik heb de magneet niet gezien. Nou ja. Ik moet wat meer opletten. Shut up. Ik moest niet al stappen. Toch, hier stoppen tot 18 over, dus dit valt wel mee. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Moment befinden wir uns im Bahnhof Hugelfing. Wir warten wieder auf einen entgegenkommenden Zug. Halten Sie bitte die Außentüren geschlossen. Wir setzen die Fahrt in Kürze fort. Vielen Dank. Geweldig. Hey. Ja, hey, we zijn op tijd gestopt, hè? Dus ik vind het allemaal prima. Dat wou ik wel. Dat wou ik wel, Daniel. Maar het is. Ik moest stilstaan en dan vervolgens. Dan doet TS. Zeggen ze van nee, je moet wachten. Hè? Dus hashtag blame TS een beetje. Oh, echt waar. Het is ook altijd wat, hè? Zo van, wat nou weer? Ik haat dit. Ja, Oscar die geniet met volle teugen, echt waar. Ja, op een of andere manier. Bij de ene sign en bord was een 60 staand op 80, daar ligt niks. En dan ligt ergens anders ligt wel weer iets. Echt, deze route is zo lach. Maar goed, let's go. 40 max, we zitten onder monitoring nu. In een restrictive überwachung, hè? Oh jee. Ja, dan ging ik waarschijnlijk net op de trigger van 25, dus even die bevestigingskop houden tot dat geluid stopt of de trein remt. Oh, dat zal me niet verbazen. Let's go. Go fire pulling. Sifa. Huh?
Nou, het is niet... Meestal is het inderdaad echt dat ik of iets niet bevestig... Of ik begrijp iets niet. Dus inderdaad dat ik inderdaad had moeten bevestigen wat ik niet heb bevestigd. Of inderdaad een magneten of zo. Maar soms ligt het ook wel eens een keer aan de route. Maar niet vaak. In dit geval, als ik de magneten heb gemist, is dat inderdaad 100% mijn schuld. En niet inderdaad het idee van de route. Hashtag Blame Jansen, oh jee. Kom maar, daar komt de hashtag Blames. Hashtag blame en iedereen. De emergency brake was applied. Dit is niet mijn idee. Dit is gewoon een trigger op het scenario. Ach. Dit is een scenario trigger. Funzies. Nee, gek idee. Dit is een scenario trigger. Dus ja. Dat zag je ook wel door het vestetje hier. Zacht. Reken gewoon jou aan. Oh, geweldig. Ja, meneer Koe. Het is wel leuk dat ze zeggen, wait further instructions, maar... Mag ich meine Instructions auch noch? Dann mache ich Reihe. Grüß dich, mein lieber Lokführer. Pass mal auf für dich zur Info. Hier bei uns im Zug hat jemand sich sehr, sehr stark aufgeregt über die hohe Verspätung, die wir jetzt aufgrund der Umleitung haben. Und er hat wohl anscheinend, so wie es mir vorkommt, hat er wohl in unserer goldenen Mitte des Zuges etwas zu viel alkoholische Erfrischungsgetränke zu sich genommen. Auf jeden Fall hat er randaliert, er hat das Personal angepöbelt, hat andere Fahrgäste beleidigt und hat auch Geschirr und alles rumgeworfen. Und ich möchte diese Person nicht weiter in unserem Zug befördern. Der Fahrgast wird daher in Weilheim von der Fahrt ausgeschlossen werden. Ich habe für Weilheim schon die Polizei verständigt, weil ja der Fahrgast auch die Notbremse illegal gezogen hat. Ich habe die Polizei schon verständigt, er wird deswegen in Weilheim abgeholt. Es wäre daher ganz schön, wenn du in Weilheim mal kurz zwischendrin anhalten könntest. Du brauchst die Türen nicht öffnen. Wir gehen über die Notentriegelung
gehen wir hinaus, begleiten den Fahrgast raus und dann kannst du sofort weiterfahren. Ja? Bleib jetzt hier aber bitte noch ein bisschen stehen. Ich möchte erst sicher gehen, dass in Weilheim auch gleich die Polizei da ist. Wir haben ihn jetzt zwar unter Kontrolle, aber ich möchte nicht, dass er vielleicht in Weilheim noch flitzen geht oder so. Ja, ich sag dir in Kürze Bescheid, wenn du weiterfahren kannst. Ich danke dir. Ich finde prima. Nou, dan gaan we weer pauze houden. Weet je wat? Zet hem maar in de achterste wagon. Ik koppel de wagon af en rij je verder. geweldig. Wat een prachtige dag is dit vandaag, hè? Ja. Maar in ieder geval... Ton en Gerben, bedankt dat jullie er waren. Wat eruit zetten, komt hij vanzelf. Ik moet zeggen, dit is zo'n stijlweggetje omhoog. Zoef! Ik heb geen idee. Ik moet in ieder geval over 7 kilometer in over. Ja, eigenlijk over 6 minuten in Wilshoven zijn, dus. Ik vind het prima. Jawohl, ich grüße dich, hier ist dein Zugbegleiter wieder, mein lieber Lokführer. Wir haben jetzt für Weilheim alles abgeklärt, die Polizei wird gleich direkt am Bahnsteig stehen, wird den Randalierer entgegennehmen. Du brauchst, wie gesagt, nur ganz kurz anhalten, bleibst 20 Sekunden am Bahnsteig stehen und kannst dann sofort weiterfahren. Wir lassen ihn über die Notentriegelung raus, übergeben ihn der Polizei und dann kannst du sofort weiterfahren. Ja? Wir wollen ja hier schließlich den anderen Verkehr nicht unnötigerweise aufhalten. Gut. Danke dir für deine Kooperation. Wat een nare omroep. Wat is er? Ja, soms gebeurt het. Dit is de 103 van Futureros waarvan je rijdt op dit moment. De Trans-Europe Express. Van de Dendry.
een V200. De originele zonder... Er zit een bug in een scriptje met inderdaad een... De lampjes vooraan, er staat een 2 en een 2 in plaats van de 2 en een 1. Dus, hier is de politie. They are very happy. Waar is mijn 100? Daar is mijn 110. Let's go. Wilhelmshoven 2. Nog 43 kilometer, dus we zijn er bijna. Hij ging net op geel-groen.
Roberto, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Ik ben in principe met de stream bezig, maar het natuurlijk helpt PCB soms niet als je ondertussen de chat leest en dan vervolgens mis je magneet en dan krijg je dat situatie weer. Ik heb de laatste, wat was die, die Sam van DTG, die protagonist of de, hij, zijn alter ego, Kunofelia. Die reed PCB blijkbaar afgelopen zijn vrijdag. En dat was een... Die verontschuldigde zich al van tevoren. Verontschuldigde die zich al van dat hij waarschijnlijk alleen maar op stops de chat zou lezen. En dan vervolgens was hij ook mee bezig van, ja, voor mensen die dit doen met streamen, weet je, van PCB, praten, lezen, het allemaal tegelijkertijd. Oh, respect. Maar hij valt tenminste PCB uiteindelijk gevonden van, zodra hij iets met PCB kan doen, gaat hij met PCB doen. En dat vindt hij wel heel erg fijn. Want dat is in principe PCB geworden. Het geeft gewoon een soort van voldoening als je het doet, zeg maar. Als het tenminste goed gaat. Zelfs als het niet goed gaat. Het is een extra challenge dan alleen maar kijken van naar je snelheid en dan optrekken naar de snelheid. En dan, oh YOLO. Donneman ook bijvoorbeeld, inderdaad. Kijk, ik probeer in principe zoveel mogelijk systemen altijd te activeren in de trein. Wat mogelijk is in Engeland en in Duitsland en Amerika en wat dan ook, waar dan ook. Het heeft gewoon geeft gewoon een extra gevoel van, je moet gewoon werken ervoor. Je bent gewoon, moet gewoon goed opletten en wat dan ook. En in principe, dat heb ik al zoals vaker gedaan. Als je namelijk een scenario op stream doet en dan gaat het niet zo heel erg goed en je doet dan het scenario nog een keer, bijvoorbeeld de volgende dag of in de loop van die week wanneer ik tijd heb bijvoorbeeld, of als je dan vervolgens het nogmaals doet, dan zonder dat je inderdaad de chat erbij, maar gewoon 100% concentratie, dan gaat het in één keer wel goed. Dan heb je in één keer wel bijna 1000 punten of 1000 punten. Dat je toch eens hebt, altijd bent afgeleid. En zo kun je hetzelfde zien als bijvoorbeeld autorijden bijvoorbeeld. Hè. Dan heb je natuurlijk ook wel weer die optie inderdaad van, hey, ben je niet al te snel afgeleid als je bijvoorbeeld de telefoon vast hebt of zo. Sommige mensen, nee. Maar in principe wel, hoor. Nee, dat is het gewoon, Stefan, hè. Gewoon, het is gewoon ook geweldig hoe ze dit erin hebben gebouwd. Origineel ondersteunt de game, ondersteunt dit gewoon niet. Ze hebben gewoon zelf magneten erin gezet die reageren weer op andere dingen, op treinen. En wat dan ook. De game die weet dat echt niet. Die weet echt niet wat PCB is of AWS of
A of B, weet je wel, en dan ATB en wat dan ook. Ja, je kunt het ook in principe ook gewoon zo doen, gek idee. Bijvoorbeeld in principe gewoon standaard altijd desnoods een waarschuwing bijzetten. Als je het scenario voor de eerste keer inlaat. Zo van. Maar ook bijvoorbeeld tot de omschrijving. Dit scenario is voor mensen die alles aan willen hebben. Wil je het de doneman uitzetten? Doe dan die toets indrukken nadat hij geladen is bijvoorbeeld of zo. Maar je kunt ook altijd inderdaad een kopie maken weer van de scenario, maar waar je dingen wel aanzet. Maar je kunt het ook dan labelen als een pro-scenario, hè? Oh, PCB is inderdaad, het is soms tricky inderdaad, PCB, maar... wat je moet doen is, je moet het gewoon leren. Je moet gewoon weten wanneer je iets moet bevestigen, wanneer je iets niet moet bevestigen. En wat je zijn in principe gewoon betekenen in principe. En 100% werkt het toch soms nooit. Maar meestal werkt het wel correct. Bijvoorbeeld gewoon knippen 6. Mag je PCB gaan doen en dan... 1000 hertz, 85, afremmen naar 85, minimaal binnen 20 seconden. Het is heel ietsjes ingewikkelder, maar het is ook weer een kwestie van doen, hè. Ja, 23 seconden en dan iets met... er zijn verschillende remcurves inderdaad weer. Ook met verschillende PCB's en verschillende snelheden. Bijvoorbeeld 60 op dit sein, maar het volgende sein geeft al aan 80. Bjorn heeft volgens mij inderdaad een kleine tutorial en anderen ook, maar het is in principe... Ja, er is ergens een soort cheat sheet of zo, dacht ik. Is door Jeppe toen ooit een keer gemaakt. Waarmee je het een klein beetje kunt zien, maar de meeste handleidingen staat het ook wel uitgelegd. Real Dutch Gamer, bedankt voor de follow. Maar het is gewoon een kwestie van oefenen. En dat is eigenlijk met alles. En gewoon niet opgeven. Want ik heb in het begin heb ik ook helemaal echt geen PCB gereden, hè. Ik had ook zoiets van PCB, nee, dat is niks voor mij. Maar op een gegeven moment heb ik het aangezet en dat ging niet goed. Nee. Maar op een gegeven moment leer je het vanzelf. En ik krijg vanzelf die situaties weer... ik krijg vanzelf de situaties, kom je tegen en dan leer je het vanzelf. Oh jee. Nou, komen we toch nog een stoomtrein tegen. De 52er. De standaard EU-pack ding. En dan heb ik vervolgens weer een noodremming, hè? Echt serieus. Waarschijnlijk heb ik hem doorgetrokken. Oh,
Nou, die gaat nog wel even duren. Ja, heet weerstandjes, I know. Ik was even voor Oscar aan het kijken naar de stoomtrein. En wat heb ik? Vervolgens een remming moet ik doen. En wat sta jij te kijken? Ja, er staat een trein stil. Is dat wat er? Wat is, is er wat mis? Nee? Nee? Mooi. Waar is die Hope Shelter dan? Nou ja. Ik vind het prima. En wat is de main switch? Ik doe de M-toets. Deze. Maar goed, wij gaan weer. Nee, mijn weerstandjes werden te hoog. Werden te warm. Dus ietsjes te lang getrokken. Hashtag Blim Oscar gewonnen. Kom stoomtrein voorbij, gaan we stoomtrein kijken, hè? Isolation switches, oh jee. Nou, het moet in passing zijn om 1 over 10, maar dat is 4 kilometer verder dan het volgende station. Dan zijn we 2 over 10 al. Eens even, Pibes, good evening en welkom, goedenavond. Wat ze voor beschuldigen van mij. Hey, dat doen we ook voor de lol, hè? Dat weten we, hè? Dat weet je. Iets bier is locked, I know. Uitroepteken show is het, Pibes.
Benno, maar dan nog. Oh jee. Valdaffing of zo. Little speeding. Just a tad. Just a tick. Just a moment of speeding. Genadeloos. Ja, Oscar is genadeloos. Net zoals Mark. Ossenhoven. Eén ding, het rolt nu lekker door. We hebben puur payback aan het doen vanwege zijn opmerking. Oh jee. Oh, 60. Oh, nice. Niet nice. Geluid van sommige wagons. Dan zijn was 80, dus dat scheelt in ieder geval. Alleen inderdaad 60. Nou, PCP kan het niet pakken, want die knippert 85. Dus. Trouwens, deze route zometeen dat we wel de 2D-bovenleiding tegenkomen. Volgens mij was dat in de periode dat zij in München nog steeds 2D hadden. Oh, kijk, een V200 met een met Euro Express rijtuig.
moet ook denken aan een andere route die, maar die vervolgens niet met zijn kluk een hoek omhoog gaat. Even voorzichtig doen voordat ik weer die weerstanden doorblaas, want dan zijn we nog verder van huis. Een opbronnetje. Gelijk ook lekker met de wietjes. PCB is locked. Krijg je met die stomme scripts die elkaar aanroepen de hele tijd. Oh, dankjewel voor het vertrouwen, gek idee. Gordy044, bedankt voor de follow. Graag gedaan. craziness. Even checken hoe hard we mochten. Maar de Euro Express rijtuigen mogen 160. Power. Oké, okay, is mooi van is het. Nou, vallen we kost niks, hè? Dus.
bijna een uur later dan dat ik normaal zo'n lang stream. Maar fun. Er wel moeite mee doen van meer. Ja, met die extra stops tussendoor inderdaad. Ik kan 151. Nou, we zijn er bijna hoor. Nog 6 kilometertjes naar Basing. Dat is onze eindbestemming. En dan in deel 2 van dit scenario, dan gaan wij vanaf Basing naar Rosenheim. Dank je, Daniel. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreicht unser Zug München-Pasing. In München-Pasing wird unser Zug einen Betriebsaufenthalt direkt am Bahnsteig haben. Personen, die rauchen möchten, können dort selbstverständlich auch am Bahnsteig aussteigen und können dort in den vorgesehenen Raucherbereichen rauchen. Unser Zug setzt die Fahrt um 10.05 Uhr fort. Bitte seien Sie alle wieder rechtzeitig im Zug. Der Ausstieg für Sie in Fahrtrichtung rechts, sofern Sie aussteigen wollen. Baba. Das soll mich nicht verbazen machen, weil wir können nicht durch den Tunnel, hè? Dus ik pas en komen ook die lus naar München. Het kan best zijn dat wij in het volgende scenario niet eens stoppen in München, hè? Dat wij gelijk boem door. Zin oefoef. Dat is optimistisch. Over 1 minuut vertrekken we het wel nog niet zijn. Nou, we stoppen in ieder geval zometeen op München Passing. Nou, dit is in ieder geval de lijn hier. Gaat naar Augsburg, Rosenheim en nog meer Rosenheim en nog wat. Daar heb je zo'n, inderdaad zo'n lus. Die gaat echt helemaal om 1 München Oost. Kom je dan? En dan de S-baan, die kan dat stukje daarboven nemen, want die gaat namelijk ondergronds. Kijk, zie je? 2D-bovenleiding op dit moment. Dat is waarschijnlijk puur ook om FPS te besparen. Of het is gewoon een kwestie van, hé, het is gebaseerd op de route München-Augsburg natuurlijk. En dan hadden we die nog niet.
laten we een kort sigaretje roken. Nou, binnen blijven. Zo. Oh, ga lekker met de uurtjes inderdaad. Bel ook je dingen complete snuif successfully. Nou, boehoe.